Ja, lieve dames en heren, jongens en meisjes. Over 2 weken gaat mijn tweede avondvullende voorstelling in première. 21 november in de Leidse Schouwburg. En afgelopen nacht had ik over die première een afschuwelijke droom. We gaan even kijken naar een reconstructie. Ik heb de voorstelling gespeeld. Unaniem groot succes. Publiek laaiend enthousiast. Ik buig nog 1 keer. En ik ren af. Ik ga eigenlijk meteen naar beneden om even om te kleden, op te frissen. Voor de afterparty. De kleedkamers zijn beneden daar in de Leidse Schouwburg. Ik heb de mooiste kleedkamer uitgezocht. Ik kom daar binnen. Ik sla de deur achter me dicht. Badend in een zweet natuurlijk. 1,5 uur hard gewerkt voor het publiek. En dan zo snel mogelijk richting het publiek. Naar de afterparty. En ik kom de foyer binnen. Daar ben ik. En ik kijk om me heen en er is niemand. Er is helemaal niemand. Er is geen publiek. Vrienden, familie zijn er allemaal niet. Iedereen is weg. Er is geen muziek, er zijn geen hapjes. Er is 1 hapje, een soort van uitgedroogde frikandel. Ligt op een schoteltje op de bar in foyer. En ik denk, het is het enige hapje op de première, dus laat ik me even proberen. Ik ruik er een keer aan. Ik probeer of er nog smaak aan zit, of het misschien nog eetbaar is. Nou, eigenlijk niet, maar ik denk, het is mijn première. Misschien, is dit dan waar ik 1 jaar lang naartoe heb gewerkt? Waar ik 1 jaar lang hard voor heb gewerkt, mijn première. En ik probeer met alles wat ik in me heb om die frikandel dan maar op te eten, maar zelfs dat lukt niet. En dan ineens schrik ik wakker. En toen ik wakker werd, had ik eigenlijk meteen zoiets van, dit nooit meer, weet je wel. Mijn eerste première was leuk, maar ook daar, toen ik in de foyer kwam, het was eigenlijk, ik kon nog 1 halve bitterbal en een glas water krijgen. Met een beetje geluk zat daar nog prik in. Maar verder, de meeste mensen waren al weg. Weet je. Het was helemaal niet wat ik me had voorgesteld van een première. Dus deze keer ga ik het heel anders aanpakken. Om dit te voorkomen, ik ga een grootste première neerzetten. Ik wil een rode loper, ik wil heel veel pers en ik wil grote sterren. En daar ga ik jullie de komende tijd van op de hoogte houden. Jullie kunnen zelf ook nog komen. Kijk even op de site van Leidse Schouwburg. 21 november. Maar er gaan grote sterren komen. Ik ken natuurlijk wat mensen bij de radio, bij televisie, in een theater. Dus ik ga grote sterren uitnodigen. Die gaan ook komen. Nationaal, misschien zelfs wel internationale grote sterren. Dus houd het even in de gaten. Het wordt fantastisch. En we gaan deze première groots maken. Ik wil bij deze introduceren. Make this premiere great again. Premiere night. Houd in de gaten, wordt vervolgd. We gaan er een grootse première van maken.